zulke vette dingen aankomen. Pak aan. Ook van de mem. Mama heeft het. Een hele goede maandagmorgen. Het is 8:15. Ik zit in de auto. Ik ga naar Tilburg voor de laatste broeken voor dit jaar op te halen. Zodat dat qua verzending sneller gaat. En die gaan dus vandaag allemaal op de post. Nou, ik heb Nens even opgepikt. En wij gaan nu even bij de groothandel kijken. We hebben even wat stofstaaltjes mee. En kijken wat er te vinden is. Oeh, ik zit weer in de auto. We hebben zo'n leuke inkoop net weer gehad. Vol energie. We hebben eigenlijk het eerste half jaar voor 2021 nu rond in wat we qua productie willen. Er gaan zulke vette dingen aankomen. Wel weer even next level qua idee en wat we willen gaan doen. Dus daar gaan we de komende tijd hard voor samplen om alles te testen en te kijken of het echt de optimale pasvorm is. En daar zou ik je natuurlijk in de vlogs gewoon over op... Oh, ik ga de verkeerde kant op, maar dit kan ook wel. In de vlog zou ik jullie daar gewoon over op de hoogte houden en je meenemen in het hele proces. Maar daarnaast kan je dat natuurlijk ook allemaal volgen op Instagram. Mij kan je volgen op Jen Lemem. En Lemem kan je natuurlijk volgen op lemem_nl. Ik ben weer terug. 1,5 uur teruggereden. Het is inmiddels alweer 3:30. 4:15 alweer. Over een kwartiertje moet de vlog live staan. Dus die ga ik nu even snel inplannen. En klaarzetten, zodat die zo online kan. Dan heb ik een hele stapel met tas. Een hele stapel met broeken natuurlijk meegenomen van de productie. Dus die gaan zometeen ook op de post. Wij gaan lekker een spelletje quixen. Ik heb lekker nog net gewerkt. De pre-order staat online. Mailtjes zijn gedaan. En nu lekker ontspannen met quix. Goedemorgen. Ik ben net lekker met Jess op de markt geweest. En we hebben het kerstitems al lekker gehaald. Ja. Hey lief. Hi. Hoe is het? Mooi. Ik heb vijgen meegenomen in plaats van dadels, want die hadden ze niet. Nou, ik heb net een nieuwe Reels opgenomen voor Instagram, zoals je zag. En uiteindelijk is die best wel leuk geworden. Hij staat op mijn Instagram, dus als je die wilt zien, kijk dan even op Jen Lemem op Instagram. Ik ben nog even de laatste werkdingetjes aan het afronden. En dan heb ik vandaag echt een heel lekker productief dagje gehad. Het is nu 3:30. En dan ga ik zo richting beneden, want Jess en Mau zijn daar. Ik hoor ze steeds lachen. Dan wil je er ook bij zijn. Kijk eens wat die net even komen brengen. Warme chocolademelk met slagroom. Zo erg altijd. Ik vind dat zo lekker, warme chocolademelk met slagroom. Maar ik heb ze echt wel van kind af aan dat ik daar zo misselijk van word. Nu dus weer. Lukt niet op het knopje. Ik ben weer even wat stofstaaltjes aan het maken. Die naar een klant gaan voor een maatwerkbroek. Dus heb ik hier zo'n stapeltje met verschillende stoffen daarbij. Ideaal dat het op zo'n manier kan. En dan heb ik een uitlegkaartje erbij. Dus dit gaat zo in een envelop. En dat kan vandaag nog op de post. En ik kreeg dus net de laatste stalen binnen. Wat we van de week hebben uitgezocht bij de groothandel. En deze gaan hele toffe dingen mee komen.
Deze gaan we testen voor een nieuwe flare. En de andere liggen daar. Dus daar heb ik nu niks aan. Maar het is zo heerlijk om weer lekker met het creatieve proces bezig te zijn. En we zijn nu bezig in de sample fase voor nieuwe items. Dus naast de flare broek komt natuurlijk in januari de legging erbij. Daar zijn we al een stukje verder in. Maar we zijn ook voor de zomercollectie nu bezig met een nieuwe lijn. En dat is zo gaaf. Ik word er zo enthousiast van. Ik ben nog even wat mailtjes hier aan het wegwerken. En wat vragen aan het beantwoorden op de pre-order van Be It. En dan ga ik zo meteen ook afronden. En dan is het alweer tijd om vanaf morgen kerst te gaan vieren. Ik heb alleen helemaal geen kerstgevoel. En het is echt niks voor mij. Want ik ben normaal echt al 3 weken van tevoren alles aan het uitvogelen. Zelfs met verjaardag. Nou, ik zit in de auto. En ik ga er een poging aan doen om de kerstboodschappen te halen. Als ik ergens een hekel aan heb, is het dit soort boodschappen halen. Ik heb een lijstje, dus ik hoop dat het niet te druk is en ik gewoon rustig mijn boodschappen kan doen. Let's go. Nou, dat is leuk. We kregen een post van Jester Schooltje met een kerstpakketje en een knutselwerkje dat ze zelf een kerstbal kan versieren. En een kleurplaat en een kerstkaart. Superleuk. Dus wij gaan even deze mooie creatie maken. En dan kan die morgen mee naar opa en oma. Ik heb een mooi kerstcadeau. Jess wilde ook even ingepakt worden. Morgen, het is 8:15 en ik zit in de auto. Ik ga naar een fysio. Naar de fysio, een check en even trainen samen. Super veel zin in. Alleen heb ik net weer mijn telefoon laten opvallen en nu is die nog verder kapot. Oké, nu moet ik hem echt laten fixen. Dat is iets wat ik vandaag nog ga regelen. Let's go. Wij zitten ingepakt in de auto. Mau zat even buiten te tanken. Auto volgeladen. Cadeautjes mee. Slaapspullen mee. En we gaan lekker naar Wijk toe. En daar gaan we vanavond kerstavond en eerste kerstdag vieren. Nou, wij zijn in Wijk. En kijk, Mau heeft net een kerstboom hier opgezet. Cadeautjes liggen er al onder. Liggen hier nog een stapel cadeaus die ingepakt moeten worden. Jesse is lekker aan het buiten spelen met oma. Het is heerlijk. Iedereen is een beetje nog aan het aanrommelen. En vanavond gaan we hier lekker hapjes eten. En morgen gaan we echt kerst vieren. Heel veel zin in. En ik heb dus echt dit super chille pak aan. Ook van Le Mem. Ik ben dus de trui nu aan het testen. Het is een sample. Dus dit is een sneak peek. Lieve mama, blijf gewoon even staan. Kijk naar de kerstboom en laat mij je leider door ons bestaan. Lieve mama, 9 maanden heb je mij gedragen, met veel spugen en tranen. Toch ben ik er nu en zal jullie meer dan behagen. Lieve mama, ik ga nu iets zeggen dat je tranen doet rollen, maar dat geeft niet, want papa en ik blijven dollen. Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het erop aankomt voor je bidt en voor je vecht. Die met je lacht en met je grient, dan pas kun je zeggen, ik heb een echte vriend. Lieve mama, deze woorden kan ik nu nog niet allemaal zeggen, maar dat is wat ik wel weet. Papa wil je nu eigenlijk iets zeggen, wat jij nu eigenlijk ook al weet. En mama, zeg maar gewoon ja. Goedemorgen lieve mensen, het is 7:00 ochtends, tweede kerstdag. En ik ben gewoon verloofd. Het is zo, ja, aan de ene kant normaal, aan de andere kant zo gek. En ik had gisteren eigenlijk voorgenomen om juist helemaal niks te gaan vloggen. Dus ik heb mijn camera ook helemaal niet bij de hand gehad. Maar Mau is gisteravond op zijn knieën gegaan en heeft gevraagd, eigenlijk door een brief namens Jess, of ik met haar papa wil trouwen.
Het was zo lief. Het was zo leuk. Het was zo magisch. Zo anders dan wat ik had voorgesteld. Nou, ik zit er nog steeds lekker verkrekt uit in mijn chillpak. Wij zijn thuis. Heerlijk. Ik heb echt een tukje gedaan in de auto, Jess ook. En het is de tweede. Het is de tweede kerstdag. Lekker vandaag heel chill thuis met z'n drietjes. En er staan nog een paar pakketjes onder de boom. Spannend. En we hebben hier nog cadeautjes liggen. Wauw. Je zit er eerst in te eten. Wat ik dus voor Mau had gekocht, dat is dus heel leuk. Ik weet niet of ik het eerder in de vlog had verteld. Hij dacht dus dat hij een tandenborstel zou krijgen. Maar het is deze set. En het is dus een massagegun met verschillende opzetstukken. En die heeft dan verschillende standen en geeft ook warmte af. En daarmee kan je dus heel chill je rug en zo masseren. Dus ik zag dat voorbij komen. Toen dacht ik, oh, dat is echt helemaal top. Vooral ook omdat Mau mij heel vaak moet masseren. Dus dan kan ik hem ook een keer terug gunnen nu. Of dit. Dit is dus mijn verlovingsring. Die twee, zo gaaf. Dit is met een geboortesteen van Jess erin. Wij gaan lekker borrelen. Lekker. Het is zondag en ik zit hier vlek te werken. Ik had al wat mailtjes openstaan en omdat de pre-order natuurlijk nog steeds doorloopt. Ben ik die even aan het daar de mailtjes op aan het beantwoorden. Ik ga zo even wat dingen voor Lemem nog uitwerken. Jess ligt lekker te slapen. Dus het kan nu even. Verder doen we vandaag echt super rustig aan. Lekker koekjes bakken. Daar. En hier staat ook een lading. Gezellig samen met Jess gedaan. Not. Nee. Nou, derde kerstdag. En we gaan lekker gourmetten! Proost! Zo, Jess ligt inmiddels op bed en ik ben nog even naar boven. Ik krijg morgen, als het goed is, mijn nieuwe telefoon geleverd. Want deze is dus ook nog een keer gevallen. Dus echt de hele achterkant is helemaal naar de mallegie. En, oh, hij is en van achter. En de hele voorkant is één grote barst. Gelukkig verzekerd, dus ik krijg morgen een nieuwe geleverd. Maar daarvoor moet ik even een backup gaan maken. Dus ik heb een harde schijf hier en dan ga ik ook meteen even alle al het beeldmateriaal backuppen. Dus ik ga nu de vlog afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik hoop dat je hebt genoten van het huwelijksaanzoek en de beelden daarvan. Ik hoop dat jullie allemaal een fijne kerst hebben gehad natuurlijk. En alvast een heel goed uiteinde. En vond je deze leuk? Vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen en hier beneden te abonneren. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En dan zeg ik tot volgend jaar. Doei doei!